Oké, okay. deze is echt heel kort. Stel dat je een foto hebt waarop mensen staan en je wil iemand onherkenbaar hebben. En dan ken je dat misschien wel van TV, allemaal van die hele kleine blokjes over het gezicht. Nou, op zich is dat helemaal niet lastig en ik ga het je gewoon uitleggen. We beginnen met het dupliceren van de laag en dat doen we door op Ctrl J te drukken. Vervolgens gaan we hierboven naar Filter en bij Filter kiezen we voor Pixel en Mozaïek. En je ziet eigenlijk al meteen wat er gebeurt. Er is één slider en met die slider kunnen we de grootte van de blokjes bepalen. Zet je hem helemaal naar links, dan zie je dat mensen eigenlijk nog gewoon herkenbaar blijven. En zet je hem helemaal naar rechts, dan is er eigenlijk van de hele foto niks meer te maken. Dus je moet daar een klein beetje in schipperen. Nou, ook dit is nog herkenbaar. Ik zie dat die meneer een bril op heeft. Maar zo wordt het al vaker. En je klikt vervolgens op oké. OK. Nu is de hele foto blokkerig en dat is nou ook weer niet de bedoeling. Dus we maken een laagmasker en daarbij hou ik de alt ingedrukt. En dan zie je dat ik een zwart laagmasker krijg. En het enige wat ik nu maar hoef te doen is met een kwast, die staat toevallig al actief, en een witte kleur over dat laagmasker filteren waar ik het vaag wil hebben. En meneer is keurig onherkenbaar.